minuut. Eerste vrije trap voor Brugge. Laurens de Bok inswingen. Kopbal! En Proto voor het eerst. Het is de kopbal van Laurens de Bok. En de vrije trap van Ruud Vormer. Goed begin, ook voor Proto. Ja, Diaby goed, Van Aken nog beter. Mooi in de rug van, ze zijn met twee, Hans Van Aken. Blok van Nuitink. Je hoort het, denk ik. Het is de 23e minuut. Dit is Izquierdo. Flitst weg bij Den Donker, gaat langs Tielemans. En geeft de bal aan Meunier. Kom eruit, zegt Hazi. En daar is de goal! Abdoulaye Diaby. In de sterke leeminuut. Een eerste goede driehoek buitenom van rechts. Predom geeft met dat molentje aan dat het zo echt moest. Noem het een hommage aan François Sterkelé. Meunier voor het eerst met een goede voorzet. En Diaby, geen al te grote spits, maar wel een spits. Na die 1-0 dacht ik al van Abdou. Dacht ik, nou, die kunnen ons niks meer doen. Want ze hadden ook heel weinig kansen gecreëerd tegen ons. En ik voelde gewoon in het veld dat zij, ja, dat ze een beetje de verloren bijliepen, die van Anderlecht. En ik had echt wel van, wij moeten nu doordrukken en dan is het meteen klaar. Dus dat voelde ik wel in het veld. Dat is een flauwe bal, hoor, die van Heilen. Claudemir voor de neus van Tielemans. Diaby puntert de bal in het zijnet. En voor Brugge aan de goede kant. Op wat seconden na, net geen 29 minuten gespeeld. Blunder van Michael Heilen. Dit is niks, dit is een weggever. En dan profiteert Claudemir. En dan doet Diaby het fantastisch. Wat kunnen ze mooi zijn, die in het doel geprikte, gepunterde ballen. Zijn tweede van de middag. Claudemir, Vormer, wat staat hij daar slim. Daar is zijn voorzet, drie man in de box van Brugge. Kopbal van Aken, 3-0. Die werkt ook aan zijn cijfers in de titelmatch. En wat ze in handen hadden, trekken ze nu tegen de borst aan. Het is 3-0. Wat kan er hen nog gebeuren met 29 minuten te spelen? Het was al langer duidelijk dat de wedstrijd gespeeld was na 3-0. Dat Anderlecht echt geen voet aan de grond kreeg, laat ons zeggen. En dat echt voor ons een fantastische wedstrijd was. Met alles erop en eraan, heel veel sfeer. De ploeg, dat fantastisch draaide, noem maar op, al die dingen. En ja, dat gevoel als klein jongetje er al van zit te dromen. Voor ooit een titel mee te maken als supporter. En dan zelf op het veld staan, ja, is gewoon een onbeschrijfelijk gevoel. Wanneer wist je, we worden kampioen? Op 3-0. Tegen Anderlecht. Je voelt het wel aankomen, maar je weet nog wat er kan gebeuren. Stel je voor, je krijgt een doelpunt tegen. Ga je misschien een beetje bieberen. Als het maar 2-0 is, wordt 2-1, ga je bieberen. Tussen twee gedachten moeten we voor de derde gaan. Moeten we 2-1 verdedigen. Dat is altijd hetzelfde. Maar ik denk dat de spelers waren zo gefocust dat ze nooit Anderlecht hebben in de wedstrijd gelaten. Ik denk dat Anderlecht één kans heeft gehad en niet een
een kans in de laatste minuut van de eerste helft, omdat Thomas en Björn hebben een beetje elkaar gekeken. We waren niet uit positie, maar voor de rest hebben we niks weggegeven. De focus, de gezonde agressiviteit en het spel was aanwezig, want het was ook op zo'n nieuw moment een heel mooi spel. Ontlading, maar langs de andere kant ook van sprakeloos eigenlijk. Dus, dan komen er direct interviews, maar dan zijn er nog euforisch. Want twee minuten nadien, dan is het even kalm. Je beseft het nog niet eigenlijk. Dus, waar je jaren voor gewerkt hebt, je weet hoe belangrijk dat geweest is voor de club. 11 jaar is heel lang. Dus, en als dat moment dan daar is, dan is het even van de wereld. Ja. Ik zal nooit vergeten de dag dat ik hier aangekomen ben. Dat was ook een wedstrijd. Juist de dag voor een wedstrijd tegen Anderlecht die ook 4-0 is gewonnen geweest. Dus dat was een mooie parallel eigenlijk. Hè. Dus aankomen met 4-0 overwinning en kampioen worden ook tegen Anderlecht met een 4-0 overwinning. Maar dat was blijdschap, maar ook opluchting, niet tegenover bang zijn van iets of wat. Dat is niet dat soort opluchting. De opluchting van eindelijk hebben we dat kunnen geven aan de grote familieclub Brugge, waar iedereen veel op wacht. Een fenomenaal einde van een seizoen dat exact 11 maanden voordien begint in Westkapelle. Met al direct 2 nieuwe spelers op de loonlijst. Hans van Aken komt van Lokeren en Abdoulaye Diaby van Rijssel. Voor de rest nog nagenoeg dezelfde kern als het seizoen voordien. Maar vanaf dag 1 wordt het hard te werken. Want over 6 weken moet club al aan de bak in de voorrondes van de Champions League. Het team moet dus klaar zijn. En de coach legt er gelijk de pace op. Dagen nadien gaat het naar Garderen. Matthew Ryan is naar Valencia verhuisd en het is nog wachten op nieuwe versterkingen. Tel daar nog een pak gekwetsten bij en je weet dat club niet echt top aan het seizoen begint. Twee teams staan klaar in de spelerstunnel op de trap naar beneden. De kleedkamers bevinden zich hier op het eerste verdiep. 3 nieuwe namen bij club. Dat zijn Diaby, Kools en Brugese. Van Aken dus nog niet. Hij is geschorst. Diaby, Vázquez, Kools komt mee. Vázquez gaat zelfs trappen. Of toch de schijnbeweging. De Sutter nu. De Sutter binnen. Ah ja, prachtig afgewerkt. Uitstekend gedaan door Tom de Sutter. Nou, goed schot. Uitstekend gedaan. Gelost en dan gescoord. Uiteindelijk is het Fernandes die mee was gekomen. De Portugese verdediger die bal heeft binnengetikt. Hoog circusgehalte. Het Milso. Goeie trap, mooie goal van het Milso 2 voor STVV. Je zag hem zo vertrekken. We zitten in de baan van de bal. En als hij vertrok van de voet van het Milso, wist je het al dat hij binnen was. Wat een knal, wat een goal. Het is afgelopen en STVV wint de eerste wedstrijd van het seizoen. Een eerste nederlaag meteen voor Club Brugge. STVV komt terug in stijl.
2-1 zegen voor de Truienaars. En club verliest meteen zijn eerste wedstrijd. Ja, dat is zuur. Het worden twee moeilijke maanden, augustus en september. Op Charleroi haalt club nog een punt, maar op Zulte-Waregem krijgt club 2-0 tegen de oren. De kans nog niet gedaan. Tian, nog een kap en nu de goal. 2-0, Zulte-Waregem speelt het. Oostende en Gent lopen elke week een beetje verder uit. Je hebt een voorbereiding van één maand, je hebt heel veel spelers van kwaliteit die buiten strijd zijn. Dus wij wisten dat we zouden problemen hebben en toch moest je proberen. En we hebben geprobeerd en we hebben heel veel kracht ingelaten. Die heeft geleid tot een eerste helft van het seizoen die heel moeilijk was. En ja, we hebben geprobeerd om dat uit te leggen, om de buitenwereld uit te leggen. Maar je weet dat de mensen begrijpen wat ze willen begrijpen. En we hebben nog veel kritiek gekregen in de pers. En de pers is inderdaad onverbiddelijk. Dragende spelers halen geen niveau. Dit club wordt nooit kampioen. Michel Preud'homme zoekt als een bezetene naar de oplossing. Hij wikt, weegt en twijfelt. Kijk, als je niet twijfelt, ga je niveau uit. Dus ik twijfel heel dikwijls hoor. Want als je zegt, ik weet alles en ik heb de waarheid van alles, dan ben je niet goed bezig. Natuurlijk heb ik een verleden, heb ik ervaring, heb ik mijn idee over voetbal. En die hebben geleid tot resultaat in elke club waar ik ben geweest. Maar dat wil niet zeggen dat je niet mag twijfelen. Je hebt vast dingen dat je zegt, dat werkt altijd. Maar in elke groep is het een beetje anders. Je moet meer het accent zetten op iets bij een groep, op een groep. En dan moet je echt in de huid van je spelers kruipen om dat te gaan halen. Daarom neemt dat een beetje tijd. De toverstok bestaat niet, dat is hard werken. Dus twijfelen, is dat juist, is dat niet juist? Proberen, twijfelen, ja, is dat juist. En dan op een moment via de recept. Dat recept vindt NPH een eerste keer op zondag 30 augustus. Club ontvangt Standaard en blauw-zwart geeft de Roesjes een uppercut. Opletten, daar Diaby gaat hem nu wel binnenleggen. Balvormen neemt hem mee met de armvormen. Schot! Lari weer gezocht. Hier is Diaby! Uitvormer. Ah, knap gedaan. Goal! Van Kelder die in de 5-1. Dirks en Diaby, de goal! 6-1. Goed gedaan, mooie pas binnendoor. Diaby nog een keer. Jawel, hij gaat scoren. 7-1 voor Club Brugge. Het wordt een fantastische overwinning voor Club. De zwaarste nederlaag van Standaard in zijn geschiedenis. Maar een week later gaat Club kopje onder op Moeskroen. De kranten weten het zeker. Dit club is niet goed genoeg. Dit club schiet op alle vlakken tekort. Zelfs op dat moment toen het slecht ging en toen de resultaten tegenvielen, toen wisten we dat 1. De beslissing toch pas valt voor het kampioenschap in de play-offs. Dus daar hadden we nog tijd voor. We wisten ook dat we voldoende kwaliteit hadden op voorwaarde dat iedereen zou fit zijn. Dus het was een kwestie van geduld en wat volharding. En dus dat besef heeft ons daar wel overeind gehouden op die moeilijke momenten. Begin oktober trekt club naar de landskampioen in de Gelamco Arena. Thomas Meunier komt net terug uit blessure en ook Gedos kan weer spelen. Club heeft net een 6-6 gehaald en komt met vertrouwen aan de aftrap. Maar het wordt een dieptepunt. Supporters een mokerslag. Ze eisen uitleg. Ik zie me ook zelf nog staan daar met Vincent. Ja, het is moeilijk op dat moment hoor. Want
ja, die gasten willen ook allemaal winnen en dat willen wij ook. Maar soms lukt het niet en dan lijkt het wel of we het niet willen. Maar ja, dan sta je soms niet goed en dan kom je net een fractie te laat. En dan lijkt het net of je niet wil, maar dat is gewoon niet zo. Maar ja, je kan ook wel zeggen, ja, die club heeft goed gespeeld. Die heeft het goed uitgespeeld tegen jullie. En die hebben gewoon verdiend gewonnen, punt. Maar ja, op dat moment zat je natuurlijk wel in die neerwaartse spiraal, hè. En dan krijg je dat. Maar ja, dat is ook voetbal, hè. Dat hoort er allemaal bij. In Gent, okay, dat was een pijnlijke nederlaag. Maar hier, wanneer ze hebben op ons gewacht, dat is in sereniteit ook gebeurd. Ik bedoel, dat was altijd die honger naar Alain Michel, laat ze nog harder werken. Laat ze... Ik zeg, ja, maar ik kan ze niet kapot maken. Hè. Dus jullie moeten begrijpen dat het... het is niet omdat wij 6 uur gaan trainen, dat het anders zal zijn. Maar ik zeg, ik ben ermee bezig, je moet vertrouwen hebben. En ze hebben altijd die vertrouwen gegeven. De coach en zijn technische staf werken keihard met de spelers. En elke dag groeien ze dichter naar hun vorm toe. Club laat her en der wel wat punten liggen, maar vooral thuis worden ze ongenaakbaar. Vázquez, daar staat hij plots met links. Leandro en twee keer Ovono. Doet hij het nu ook? Heeft twee keer wel. Een bevrijding voor Club Brugge. Claudemir kan ook schieten, maar die isoleert Vossen. Naast. Nogal wat volk uit positie. Diaby maakt 2-0. En nu Simons. Hij scoort weinig, maar hier was hij er dichtbij. Al bijna bij Dirks. En dan de Vossen. Hij schuift hem binnen. Vlak bij Benedicte. En het doelpunt is geldig. In december snakt iedereen naar de winterstop. Club speelt 2 matchen per week en kan dus nauwelijks gericht trainen. De jongens zijn moe. En iedereen heeft wel ergens pijn. Club verliest op Standaar en thuis tegen Anderlecht. Maar gaat in de laatste match voor de winterstop ruim winnen bij Zwarte Beest Kortrijk. Ondertussen Van Aken met de kopbal. Van Aken binnen! Mooie goal! Mooie goal van Hans Van Aken. Met veel gevoel die bal. Getrapte voorzet en de kopbal. Dus ook met veel gevoel en het zal hem deugd doen. Dirks komt bij Diaby. Diaby met de actie. Diaby rond de dag. Ja, knap gedaan van Diaby. Die nog maar eens bewijst dat hij kan zijn beste positie die van diep spits is. Goede communicatie daar achterin bij Kortrijk. En daar is Diaby. En de goal van Rafaelov. We zitten aan 1-4. En het is zijn eerste van het seizoen. En zo kan ook hij nog met een goed gevoel het jaar afsluiten. En of hij daar blij mee is, Leo Rafaelov. Uitgerust en uitgeslapen vertrekt Blauw-Zwart dan naar Sotto Grande op winterstage. Hier leggen ze de basis voor wat later een fenomenale tweede seizoenshelft zal blijken. Maar tijdens de winterstop komen er ook 2 nieuwe werknemers aan. Benoît Paulin komt over van Kortrijk en in Frankrijk haalt club een nieuwe keeper, Ludo Butel. De analyse bij de winterstop die leerde dat het probleem, althans voor wat betreft het puntenverlies, niet zozeer te maken had met een gebrek aan doelpunten maken, maar vooral dat we er te veel binnenkregen. En dan moet je de vraag stellen, oké, goed, als het daar ligt, hoe gaan we dat opgelost krijgen? En we wisten dat we eigenlijk met Butel iemand konden binnenhalen die puzzel, of dat puzzelstukje dat ontbrak, wel kon leggen. Samen met Poulin, wat meer métier, wat meer ervaring, defensief, en om zo beter in staat te zijn om die nul te houden. Welcome in Bruges.
En dan de eerste drie matchen van na de winterstop. Moes Kroen, Waasland Beveren en Lokeren. Boom, 9-9. En dan komt Gent op bezoek. Twee keer in één week. Eén keer voor de beker en één keer in de competitie. Voor de pers is het de slag om Vlaanderen. De titanenstrijd tussen Hein en Michel. Ja, met in die wedstrijd natuurlijk, dat was belangrijker, want dat was een verhaal die begon een beetje zijn eigen weg te gaan, dat we konden niet winnen tegen Gent. Het antwoord van club is duidelijk. Voor een veranderen, Sven. Voor een veranderen. Het knikkert Gent uit de beker en vier dagen later staan ze aan de aftrap in de competitie. Blauw-zwart tegen blauw-wit. En blauw-zwart wint alweer. Feilhof. En hier is de bok met links. De bok over. Vormer, controle en de corner. Kijken, de Feilhof. Uitstekend daar, Vormer. Lijnrechter als een Indiaan en de penalty. Izquierdo. En de goal, zelfs het dichtbij. De Feilhof, dus een goede penalty. Blijdschap op de bank. In aanloop naar de dubbele confrontatie met Gent, dan hebben we gewoon gezegd van kijk, nu bundelen we alles wat blauw-zwart is. Het zal over ons lijk zijn. Dat was de mentaliteit. En zo hebben de spelers ook geknokt, gevochten en uiteindelijk ook gewonnen. Die dubbele winst heeft nog wat extra vertrouwen gegeven aan die groep en ja, heeft ons eigenlijk opnieuw een boost gegeven voor de rest van de competitie. Maar wat voor maker en Feilhof, die kan dit niet missen. Oh, bijna via de paal en binnen. 0-1 voor Club Brugge. En Feilhof die het kan afmaken van haar schitterend doelpunt. Ruimte bij Claudemir, goed aangespeeld. Hier is dan de 1-0. Weer zo'n gechipte bal, de kans voor Van Aken. 2-0. Wesley voor het eerst, de eerste kans en zijn goal. Wat een entree. Nu van Zomerp binnen. De honger is groot. De wil om te winnen, enorm. De coach is in de hoofden van de spelers gekropen. Als ik speler was, dat was natuurlijk om die grinta te hebben. Maar blijkbaar in de nieuwe generatie is dat een beetje minder natuurlijk om altijd alles voor te geven. Ze willen wel mooi voetballen, ze trainen wel goed. Ze zijn prof, ze verzorgen zich. Maar die gezonde agressiviteit,
die kwam niet zo natureel dat je kon verwachten. Dus vanaf Kortrijk eigenlijk de laatste, en vooral op trainingskamp en nog in de stage in Marbella voor de play-offs, hebben we enorm veel op dit aspect gewerkt. Het was belangrijk om na die reguliere competitie om opnieuw een focus te krijgen. We hadden effectief opnieuw de bekerfinale. Dat was met een behoorlijke sisser afgelopen. En als je dan kan toch even terug resetten en die reguliere competitie achter je laten, die bekerfinale, die ontgoocheling ook achter je laten, dan doe je dat best samen en best ook op een andere plaats. In dit geval Spanje, om een heel specifieke focus te maken op die play-offs. Want het is daar dat het gebeurt. Het is daar dat je de titel wint of verliest. En dat je weet dat je in een rollercoaster komt van emoties. Want winnen en het is hosanna en verliezen en het is een groot probleem. En daar moet je eigenlijk de basis leggen om met een fris hoofd en frisse benen terug aan de start van de play-offs te staan. Vanaf nu, elke training, elke wedstrijd, gaan we voor elke vierkante meter strijden. Voor elke millimeter heb ik zelf gebruikt, we gaan vechten. En in de play-offs heb je dat gezien. Club start de play-offs met 4 punten voorsprong op het veld van Oostende. Ja, dat is ruimte laten voor de goede koppers. Daar komt Engels hoor. Ja, het is Poulin die scoort. Niet Björn Engels, wel Benoit Poulin. En het is al heel vroeg, 1 minuut 14, 0-1 voor Club Brugge. Djali. Kan is hij net sneller dan Poulin. Ja, een vlaksignaal. En het wordt een kaart van Vertente. Overleg met assistent, wordt het rood, wordt het geel. Ja, het wordt rood voor Benoit Poulin. Hebben we dat goed gezien, jawel? Ja, dat klopt. Ik denk dat dat nog een keer het kantelmoment, of een van de kantelmomenten is geweest, de overwinning op Oostende, de 0-1, waar we een kwartier met 10 man vallen. En dan zag je echt die fighting spirit van Club Brugge van vroeger. En dan, niet alleen wij, maar de media is daar ook op beginnen bouwen. De jongens lezen dat. Hoe dat je eruit of keert, andere ploegen krijgen daar een beetje schrik van die mentaliteit. En ja, daar zijn we gewoon, hebben we gewoon gezegd als ploeg van kijk, daar bouwen we verder op. En dan komt voetbal vanzelf. We kunnen genoeg voetballen, we hebben genoeg kwaliteit. Eerst en vooral die mentaliteit terugkrijgen en ja, dat was heel de play-offs het geval. En dan zie je dat je heel mooie resultaten kan boeken. Kums. Hij heeft het al pakte. Hij wist het opnieuw. Sven Kums. De kans voor Gent. Een week later verslaat club nog maar eens de Buffalo's met 2-0. Maar dan gaat het 2 keer onderuit. Eerst op Anderlecht en 3 dagen later op Genk. Maar club panikeert niet. In play-offs moet je wel eens rekenen. Omdat als je je laat leiden door de emotie alleen, dan verlies je vaak al eens de focus. En vandaar dat we gezegd hebben van kijk, laat ons bij aanvang eens een goede analyse maken van de voorgaande play-offs. We zijn als eerste uit de reguliere competitie gekomen met een kleine bonus. En als we nu eens die 10 wedstrijden... Als we die samen zien als één geheel van 30 punten, ja, hoeveel punten hebben we, rekening houdende met de lessen die we kunnen trekken uit de voorgaande edities van de play-offs en die kleine bonus die we hebben, hoeveel zouden we eigenlijk redelijkerwijs nodig hebben om op het einde kampioen te zijn? En dan kwamen we eigenlijk op die 20 of 30. Dan sluit hij ook af, Anderlecht wint met 1-0 van Club Brugge. Een goal van Yuri Tielemans, Besnik Hazi, even met intense vreugde, Michel Prudhomme. Het grote voordeel is dat wanneer je die focus houdt op die 20 of 30, dat je niet in de euforie blijft zitten na een gewonnen wedstrijd, maar ook niet in de kleine depressie na verlies, zelfs niet na dubbel verlies. Want zolang je die doelstelling mathematisch kan halen, ja, dan blijf je op koers. Tactiek werkt. Club laat zich niet gek maken en scoort 8 keer in de volgende 2 matchen.
Diaby. Net rechts, voorbrengen en de kans voor Vormer. Jawel, 2-0 Club Brugge. Izquierdo, Rafailov en de goal. En dan gaat de busrit weer naar de Gelamco, voor wat opnieuw een sleutelmatch zal worden. Als club verliest, kan Anderlecht eerste worden. Als club wint, liggen de Buffalo's definitief tegen het canvas. Maar de match start slecht voor club. Een vrije trap opnieuw, Milicevic verlengt en aan de tweede paal was Gerson. Milicevic krijgt. Milicevic verlengt tot bij Saïef. Hij heeft met een goede voorzet. Koulibaly kopt hem naast. Ja. Mooi van Gent. Keums. Een duel met De Poitre. Keums. Hier komt Saïef. Koulibaly. De Poitre. Het is 1-0. En het zijn de torens die het hem doen. De combinatie is goed. Izquierdo. Eerste keer Izquierdo. Afleggen van Aken. Score. Binnen. Het is 1-1. Prachtige tegentreffer. Prachtige tegentreffer. Milicevic, de voorzet is een goeie, de Poitre tegen de paal en Koulibaly ook niet. De wedstrijd tegen Gent was moeilijk te bespelen, zeker voor mij en Stefano. Ja, we hadden geen rechtstreekse tegenstander. Koulibaly zat links bij Thomas en de Poitre zat rechts bij Bokki. En dat was moeilijk voor ons, want Milicevic liep al in die zone, maar ook niet constant. Dus wij konden moeilijk een man opnemen. Wij moesten altijd naar de zijkant uitwijken. Maar als we te veel naar de zijkant gingen, kwam Milicevic centraal gelopen. Dan mochten we het gat niet te groot maken centraal. Dus moesten we bijsturen tijdens de rust. Tijdens die 15 minuten laat Prudhomme zijn spelers zelf kiezen hoe ze dat tactisch willen doen. We hadden twee opties van hoe we moesten staan. En wij kozen voor de tweede optie. Ik weet de eerste optie ook helemaal niet meer trouwens. Maar de tweede optie met Timmy ertussen, als een soort libero een beetje. En Hans en ik samen op het middenveld. En met Joske en Abdou lekker voorin. Lekker laten rennen die gasten. En zo proberen Gent pijn te doen. En je weet dat Gent kwetsbaar is achterin. Maar met die snelle jongens van ons moet je daar gebruik van maken. Geen buitenspel. Geen buitenspel. Izquierdo wil naar binnen, dat weet Fouquet ook. Maar dan gaat hij gewoon naar buiten. Fantastische goal. Wat een goal. Izquierdo zorgt voor 1 tegen 2. En Van Haasbroek springt uit zijn vel. 2 tegen 1 geeft hij aan, maar het is 1-2. Veel beweging. Ja, balbezit heeft hij, maar zijn eerste helft van. Daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. Nielsen geklopt en het is 1 tegen 3. Hans van Aken op paas van Izquierdo. Hij moet zelfs geen overstapje doen of niks. Hij versnelt gewoon. Ja, puur op snelheid, fenomenaal. Zoals we het er net al zagen. Okay. Van Aken weer met die linker. Weer kurkdroog weggelegd. 1-3 Club Brugge. Meer dan op rozen op AA Gent. Engels, uitstekend, tot bij Izquierdo en daar gaat hij weer. Izquierdo en Nielsen krijgt nu al koud. Om het hart. Hij gaat binnen. En hij gaat binnen. Het is Meunier met een deviatie. Pech voor Matsels. Eerst nog de redding. 1 tegen 4. Club Brugge stond naar de landstitel. In de ochtend van 15 mei zou je denken dat het een zoveelste competitiematch is op Jan Breydel. Het gras nog een laatste keer afrijden, een traditionele briefing van de stewards, een hapje en een drankje voor de sponsors en de VIP's. Maar dan komt dat moment waarop je weet dat hier geschiedenis zal worden geschreven. Thank you.
vanaf dat we hier eigenlijk de straat indraaiden voor de wedstrijd, wist ik van, oké, goed, dat komt goed. Met Bengaals vuur op een gegeven moment, ja, waren we zelfs aan het filmen in de bus. Die gekte, ja, brengt natuurlijk een beetje druk mee, omdat je weet van, oeh, ja, we zouden het graag vandaag afmaken, dat wisten we tegen Anderlecht. Maar dan moet je het ook nog doen. En als je dan die Mensenzee ziet, de bus schrakte amper vooruit. Op een gegeven moment was er zelfs een walm binnen de bus van dat Bengaals vuur. En dat was zelfs... Maar ja, ongelooflijk, ongelooflijk. Als je dat zag, mocht je die wedstrijd niet verliezen. Moest je die wedstrijd gewoon winnen voor die supporters. Welke inspanning dan die mensen gedaan hebben. Hè. Dat is echt nog nooit gezien. Dat is gewoon fantastisch. Op die bus staan kloppen, zingen, de tranen in de ogen. Van, ja, echt, ja, de kreten dat ze riepen, ja, gewoon alles. Wat je moet verwachten. Het was ook de eerste titel, althans voor mezelf en voor de meeste mensen die bij club betrokken zijn in de dagelijkse werking. Het was al een heel tijdje geleden. Dus je begint met in die bus te zitten samen met de spelers die al in de juiste stemming waren. De eerste echte Mensenzee aan het zand en in de Steenstraat. Ja, dat was fantastisch, hè? Dat je ziet vrouwen, kinderen, mannen die allemaal in blauw-zwart gehuld zijn en die er een echte dag, een echte clubdag van gemaakt hadden. Velen waren van over heel het land gekomen, waren zelfs in de stad gebleven na de zondag, na de kampioenenwedstrijd. Dat was er ook wel aan te zien bij sommigen. Maar een fantastische ambiance, een heel warme sfeer. En ja, het moment waarop we de markt naderden en dat je eigenlijk van in de verte die vlaggenzee zag en dat overstroomde marktplein, ja, dat gaf een
onvoorstelbare kick en een fantastisch gevoel. Die trots, die fierheid bij zoveel mensen, verspreid over alle lagen van de samenleving, en noord, zuid, oost, west van het land was verenigd in die twee kleuren, blauw-zwart, ja, dan besef je dat voetbal enorm veel kan losmaken. MUZIEK.